Yo, dan welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook een Monkloid, jullie nummer 1 Pokémeester hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En dames en heren, ik heb weer een hele zieke aankoop gedaan die jullie moeten zien in deze video. En daarnaast gaan we 15 packs Fusion Strike openmaken. Het wordt echt een super dikke video. Ga hem checken. En dan ga ik jullie nu laten zien wat mijn hele zieke aankoop is geweest. Van maar liefst 7.500 euro, jongens. Oh. Kijk eens aan, jongens. De EX Sandstorm Boosterbox. Uit 2002 of 2003 komt deze, geloof ik. Ik zal even kijken of het erop staat. 2003 inderdaad. Dit is een van de eerste sets gemaakt door Nintendo zelf. Natuurlijk was het eerst Wizards of the Coast tot en met Sky Ridge. En toen kwam EX Ruby Sapphire, EX Sandstorm, EX Dragon en al die EX sets. En deze heb ik dus net gekocht en we gaan deze vrijdag live op Twitch openmaken. Hij stond op donderdag, maar we moeten het helaas even verplaatsen naar vrijdag. Dus vrijdagavond om 7 uur gaan we deze boosterbox openmaken. En dan kan je meedoen aan deze live break. Super vette boosterbox. Mijn nieuwe vintage aankoop. Super vet. Heel erg blij mee. En daarnaast ga ik een van mijn favorietere sets openmaken. Zonder Trainer Gallery Fusion Strike. Er zit super veel vette kaarten in. Ik had hier nog wat pakjes van liggen. Dus ik dacht, weet je wat. Ik ga hier gewoon lekker wat pakjes van openmaken. Want ik vind het gewoon een mooi set. En er zitten natuurlijk super veel Secret Rares in die heel vet zijn. Want we hebben afgelopen week op Twitch hebben we nog de Mew VMAX Alternate Art gepoeld. Dat was super vet. En ik heb zelf de Gengar echt al 3 keer gepoeld. Dus ja, laten we kijken of we wat six kunnen poelen. Dan gaan we Bugcatcher, Fusion Strike Energy, Turtonator en Toxel. Totodile, Binary, Globopoose, Dynamo, Sigilyph en Luxray. Ja, we gaan gewoon rustig lekker al die pakjes openmaken. En kijken of er wat moois in zit. En ondertussen gaan we gewoon lekker babbelen. En ik wil jullie allemaal super erg bedanken, jongens. We hebben namelijk de 1000 tickets verkocht voor mijn Pokémon Burst straks op 19 februari in de Expo Hall in Houten. Dat betekent dus dat het eigenlijk uitverkocht is, maar we hebben contact gehad en we hebben nog 100 extra plaatsen. Dus wil je nog een ticket voor de Pokémon Burst, ben er dan echt snel bij. Want zoals ik al zei, we hebben al 1000 tickets verkocht. Het was eigenlijk al uitverkocht, maar we konden gelukkig nog 100 extra tickets verkopen. Dat zijn dan wel echt de laatste 100 nu. Dus als je nog mee wil, of als je nog wilt gaan, ben er dan snel bij. Want op is op. We zijn al bezig met de tweede editie ook, die we een heel weekend willen gaan doen. Zaterdag en zondag. En ook een stukje groter nog. Dus dat wordt super leuk. En dan moeten jullie dan ook allemaal lekker weer bij zijn. Zubroot, Delcatty, Jigglypuff, Durant, Pansir, Minun, Baltoy, Jupiter en een Holo. Helaas nog geen pool. Het is natuurlijk wel even wennen altijd met deze sets dat de pool rate echt veel minder is. Want ja, hoe noem je dat? Hier zit natuurlijk geen training gallery en dergelijke in. Dus deze boosterbox hebben meestal maar 8 pools of zo. Echt super weinig. En niet eens elke box heeft een secret. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is echt heel weinig. Maar ja. Rillum, Cross Switcher, Mankey, Clancher, Growlithe, Stuffle, Sigilyph, Swampert. Yo! Wow, alternate art! Yes! Wat? Nou, dat is echt geluk. We poelen gewoon een alternate art, joh. De Celebi. Nou, daar ben ik super blij mee. Kijk dan, joh. Wat een prachtige kaart. Yes! We poelen gewoon de eerste poel van alternate art. Nice, let's go! Nou, toch blij dat ik Fusion Strike heb geopend vandaag. Maakt het weer helemaal goed. Ik ben ook weer blij dat ik weer lekker een video'tje voor jullie kan maken, jongens. Ik voel me echt een stuk beter alweer. Mijn keel gaat ook steeds beter. Ik lig misschien nog een klein beetje schor. En ik hoest nog af en toe best wel een beetje. Maar als ik me een beetje inhoud, dan lukt het wel. Stuffle, Sigilyph, Durant en Gengarsgaar. Ja, joh, kijk dan even. We poelen gewoon een alternate art. Kun je het niet beseffen. Even nog één keer kijken, jongens. Wat een beauty. Ik vind het echt een van de mooiere alters. Niet echt super dure. Ik denk dat die 35, 40 euro is. Wel raar, want het is echt een mooie kaart. Sommige alters gaan echt hard naar 100. En dan deze weer wat minder. Ik snap het dan nooit. Terwijl alle andere alters uit deze set wel weer super duur zijn. De Espeon. De Espeon, de Mew, de Gengar. Dus ik snap dat nooit zo goed. Dunsparce. Dancer. Pangoro. Zorua. Shellder. Caterpie. Drilbur. Shinx. Gaaf. Globopoose, come on. En Holo Grimmsnarl. Helaas, pindakaas. We hebben wel pas één pool. Maar ja, wel een hele goeie. Dus ja.
Ja, jongens, de aankomende vrijdag dus gaan we lekker weer Vintage Box openmaken. Super veel zin in. Moet je bij zijn. Lekker op www.twitch.tv/monkloidtv. Dan gaan we gewoon weer lekker vlammen. Shauna, Primeape, Toxel, Staryu, Mawau, Makuhita, Penpower, Crocona en Sensecords. Come on, nog één dikke vote. Maar even Secret Rare zou ook nog wel nice zijn. Maar voor de mensen die het weten, Alternate Art V is gewoon de Full Art Alternate Arts. Zijn geen Secret Rares. Alleen de V-Max Alternate Arts zijn Secret Rares. Dus je kan heel prima twee Alternate Arts ook poelen uit een box. Picktini, Electric, Toxel, Totodile, Bunnery, Clobopus, Dynamo, Electrode, come on. Oeh, Genesect. Hele goede kaart ook om te poelen. Supersterke kaart in de training card game. Wordt nog steeds gespeeld. Immu. Immu VMAX. Nog steeds een deck wat veel gespeeld wordt. Zo. Daar gaan we. Die mag in de prullenbak. Ik heb hier altijd een grote prullenbak naast me staan. Waar alle pakjes in gaan. Buwer. Skaterspark. Lopunny. Mankey. Clancher. Growlithe. Stuffle. Sigilid. Trubbish. En... Potverdorie, joh. Geef me die glimmende. Geef me die glimmende, joh. Oké, come on. Nu gaan we echt een hele dikke poelen. Ik voel het. Ik voel het, ik voel het, ik voel het. We hebben nu twee pools uit. Paar packs of zo. Niet echt best. Chilean Crass. Zorua. Shellin. Caterpie. Drillbur. Shinx. Totodile. Hey, Dojo V. Dat is de derde pool. Daar gaan we. Op z'n keet. Nog vier pakjes te gaan. Kijken of we nog wat moois kunnen poelen. Ja, vergeet allemaal niet even te subben op mijn YouTube kanaal, hè, jongens. We gaan langzaamaan richting die 10.000 subscribers. En bij de 10.000 subs, hè, jongens, gaan we een mystery box openmaken van 1000 euro, jongens. Dat is echt niet normaal, hè. Oké, daar gaan we, jongens. Voltorb. En nog een pool, de Intellion V. En nu zijn we echt aan het poelen gewoon even. Gewoon even drie V's achter elkaar. En de Celebi. En we hebben nog drie pakjes over. Misschien komt daar ook nog wat moois. En misschien nog een Full Art of een Secret. Dat zou ik natuurlijk wel afmaken. Dat zou ik wel even afmaken. Dan gaan we vier naar voren. En dan gaan we. Fighting Energy. Simisear. Farewell Bell. Galarian Linoon. Corsola. Quillfish. Vulpix. Chansey, Zigzagoon, Electric, daar gaan we. Huh. Oeh, een VMAX. Let's go. Ja, nu gaan we gewoon echt back-to-back-to-back pools gewoon, hè. Genesect, Dojo Intelligence en nog twee packs over. Gewoon vijf pools nu. Dat is best wel veel voor een boosterbox als dit uit deze packs. Dan gaan we vier naar voren. En dan gaan we. Hoppa. Diggersby, Sydney, Bunnerby, Helioptaal, Voulu, Gossifleur, Mudkip. Come on! Helaas. Oké, laatste pack. Laatste pack. Kunnen we nog een Secret Rare poelen uit deze pakjes? Dat zou natuurlijk super nice zijn. Maar ja, ik mag al niet klagen. We hebben vijf pools en de Celebi. Dus ja, eigenlijk mag ik al niet klagen. Dan gaan we. Electric Energy. Simi Power, Bugcatcher. Oh, wat? Tweede zelden. Swiddle, Skarmory, Jinx, Mantine, Grubbin, Groomish. En helaas wel een holo nog, maar geen pool. Maar ik ga heel eerlijk zijn, uit 15 pakjes, 5 pools, waaronder deze prachtige Inteleons en natuurlijk de klap de vuurpijl. Deze beautiful, beautiful Celebi V, alternate art. Nou, is niet normaal. En dus vrijdag, jongens, niet vergeten. Gaan we om 7 uur deze vintage boosterbox openmaken. EX Sandstorm. Prachtige, prachtige boosterbox. Allemaal super bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie allemaal morgen weer zien bij een nieuwe video, jongens. Dan gaan we weer een nieuwe video maken. Gaan we weer een pakje openmaken. Love naar jullie. Like nog even deze video. En subscribe dus op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Hey, joe!